Ja, het gaat hier heel goed. Ik ben op een voorleesfeestje in Utrecht. Want het is Kinderboekenweek, dat is vandaag begonnen. Ja, en achter mij, ja, ik ga maar gewoon gelijk naar jullie toe. Want jullie zijn allemaal afgeleid omdat ik nu natuurlijk begin te praten. Eigenlijk was jij, Helene, hier aan het voorlezen Dat klopt. in het AZC in Utrecht. Waarom ben je dat aan het doen, als ik vragen mag? Nou, in Utrecht worden zogenaamde voorleesfeestjes bij kinderen thuis gehouden. En toen dacht ik, de kinderen van het AZC hebben niet echt een eigen thuis om een feestje te bouwen. Dus laat ik naar de kinderen gaan. En wat ben je aan het voorlezen? Ik ben dit boek, dat is Kinderboekenweek boek. Mijn huis is jouw huis van Yvonne Jachtenberg. Dankjewel. Dan ga ik even naar jou toe. Hoi, hoe heet jij? Thaïs. Wat vind je van het boek wat we nu aan het voorlezen zijn? Leuk en grappig. Wat vond je grappig? Dat er een professor in huis komt. En dat vond jij. Ik zag jou een beetje grinniken net, inderdaad. Hou jij ervan om voorgelezen te worden? Ja. Wat vind je er zo fijn aan dan? Vertel eens. Want soms, wanneer je leest, begrijp je niet zoveel, maar als iemand leest, begrijp je dat wel. Wie leest jou wel eens voor? Mijn moeder. En wat vind jij dan het liefst? Wat heb je het liefst dat ze aan je voorleest? Kinderen die iets doen voor de mensen. Ik heb een boek thuis die altijd leest als ik.